Het ministerie van Defensie heeft vandaag 62 gepensioneerden van het Nationaal Leger gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Minister Krishna Kumari Mathura haalde aan dat mensen in de legerorganisatie centraal gesteld worden, omdat zonder hen het Nationaal Leger niet in staat is de samenleving te dienen. Ze vindt het daarom belangrijk dat actieve militairen en gepensioneerden met respect bejegend worden. Volgens de bewindsvrouw moet niet alleen de rechtspositie van de gepensioneerden geregeld worden, maar ze moeten ook bedankt worden. Bedanken voor de jarenlange arbeid. We hebben hier 62 medewerkers die de dienst met pensioen hebben gelaten. En in die 62 mensen zijn het mensen die 30, 35, 40 jaar trouw, eerlijk, met toewijding, met hart en ziel die samenleving hebben gediend, het ministerie hebben gediend. En we kunnen niet met stille trom u laten gaan, zonder op een behoorlijke wijze u te bedanken. En dat is waarom we vandaag hier zijn, om u te bedanken. Heel hartelijk dank voor het dienen van de samenleving. Het met passie dienen van de samenleving. Het zijn met elkaar in die defensieorganisatie, bijdragen aan een professionele defensieorganisatie, bijdragen aan veiligheid. Want zonder veiligheid is er ook geen vrijheid. Waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kio Asen, haalde aan dat deze gepensioneerden vorm hebben gegeven aan het Nationaal Leger en de instandhouding hiervan. Hij wees erop dat de sociale en economische ontwikkeling slechts kunnen plaatsvinden als er sprake is van veiligheid waar de gepensioneerden aan hebben bijgedragen. En hiervoor zeg ik mijn hartgrondige dank. Ik zeg u niet alleen dank als de hoogste militair binnen ons Veiligheidsinstituut, maar ik zeg u dank vooral als jonge Surinamer. En dat doe ik ook namens alle overige jonge Surinamers. Ook gaat mijn hartelijke dank uit naar uw familie. Het is uw gezin, uw familie geweest, die u de volle ondersteuning gaf om dit zwaar, doch mooie werk te kunnen verrichten. Het is uw gezin, uw familie geweest, die u de mentale ondersteuning heeft gegeven om uw werk naar behoren te blijven doen. Zonder uw offers had u niet zo best gepresteerd. En daarvoor ook mijn hartgrondige dank. Want zij zijn de steunpilaar van u geweest. U verlaat weliswaar de actieve dienst, maar u behoort nog steeds tot ons broederschap. Once a soldier, always a soldier. Kio Asen hield de gepensioneerden voor dat ze nu moeten genieten van een welverdiende rust, in goede gezondheid en met hun familie. De gepensioneerden hebben voor hun jarenlange trouwe dienst een oorkonde, gouden pin en een gesloten enveloppe ontvangen.